Welkom. We gaan vandaag kijken naar nucleofiele substituties en in specifiek het SN2-reactiemechanisme. Nou, hele mond vol. Wat is dat nou precies? Nucleofiele substitutie. In een nucleofiele substitutie, wisselen, ja, dus geen additie, maar een substitutie. Dus het ene atoom of groep wordt vervangen in een verbinding door een andere atoom of een andere groep. En een nucleofiel is een deeltje met een elektronenoverschot. Ja, en dat elektronenoverschot, dat zorgt ervoor dat hij een gedeeltelijke, een partiële lading, negatief natuurlijk, door elektronen, of een echte minlading heeft. Dat nucleofiele deeltje, dat valt aan op een elektrofiel deeltje, namelijk het elektrofiele koolstofatoom in een koolstofverbinding. Dat gaan we hier laten zien. En wat belangrijk is bij een SN2-reactiemechanisme, is dat de giraliteit behouden blijft. Giraliteit heeft te maken met spiegelbeeldisomerie. En misschien weet je dat nog, ja, anders kijk je even een ander filmpje. Maar spiegelbeeldisomerie wil zeggen dat een koolstofatoom, ja, wat vier verschillende groepen heeft, ja, dat heeft, net als je linker en je rechterhand, ja, die krijg je nooit precies op elkaar. Het heeft twee verschillende isomeren. Ja, dus een koolstofatoom met vier verschillende groepen heeft twee verschillende isomeren. En die isomeren die zijn daadwerkelijk anders. Je kan je handen ook, hè, dat zijn elkaar spiegelbeeld, die kan je nooit precies op elkaar leggen. Zo ook, ja, met een koolstofverbinding waarin een koolstof vier verschillende groepen heeft. Oké, ik ga het laten zien. We gaan een substitutie met broombutaan gaan we doen. En daar gaan we een alcohol van maken. Dus je ziet hier een complexe tekening, ja, maar kijk rustig mee. We zien hier het koolstofatoom, we zien hier vier groepen. En we zien daar het broomatoom bovenuit steken. Dat broom is partieel geladen, negatief. Dat koolstofatoom is dus positief geladen. Dus ik heb hier, dat kunnen we opzoeken in onze BINAS met elektronegativiteit. Ja, delta min, delta plus. En dus dit is mijn elektrofiele koolstofatoom, dit koolstofatoom. Ik heb hier ook nog een koolstofatoom en ik heb hier ook nog twee. Ja, maar daar is de partiële lading veel minder. Ja, hier heb ik een vrij groot verschil. Dus delta min, delta plus. Nou, wat gebeurt er? Je ziet hier ook een OH min deeltje, ja, met een echte minlading, waar ik even een cirkel omheen heb getrokken om te laten zien dat dat echt een minlading is, dat het geen vrije ongebonden elektronenparen zijn zoals ik die hier rond de zuurstofatoom heb getekend. Dit is mijn nucleofiel, ja, want ik heb een minlading, dus die zoekt een pluslading op. Wat gebeurt er? Dit gebonden elektronenpaar, dat wordt opgenomen door dat broomatoom. En het ongebonden elektronenpaar van zuurstof bindt met mijn koolstofatoom. En wat krijgen we dan? We krijgen het butaan 2-ol, ja, molecuul, waarin dus een bromide-ion vrijkomt. Dat is het vertrekkende deeltje. En ik heb hier dus mijn alcoholgroep op mijn koolstofatoom gezet. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen, want hier staat een sterretje en dat sterretje betekent dus dat dit is een koolstofatoom, ja, wat giraliteit heeft. Het heeft dus twee spiegelbeeld isomeren. En ik wil dat even laten zien met mijn huistuin- en keukenmodel. Je ziet hier een tomaat met vier bindingen erop. En wat er nou gebeurt is, we hebben deze situatie. We hebben hier dat C2H5, we hebben hier een waterstofatoom, we hebben hier een methylgroep en dit moet het broomatoom voorstellen. Nou, wat gebeurt er? Ja, dat OH- dat valt, dat zeggen we ook echt, hè, dat nucleofiele deeltje, OH- dat valt aan deze kant aan en duwt dat broomatoom eruit. Dus dit duwt hij eruit. Dan klappen deze verbindingen om. Ik draai nu even de tomaat op zijn kop, maar deze verbindingen klappen om. Ja, en dan gaat dat OH-deeltje aan deze kant zitten. Giraliteit blijft behouden. Dus dit is niet zomaar broombutaan. Dit is D. Ja, dus dat is het ene spiegelbeeld. D2 broombutaan. En het wordt L-broom-2-ol. Sorry, butaan-2-ol. Nou, dan is er verder nog iets te zeggen. Dat er zijn natuurlijk twee deeltjes. Ik heb dat broombutaan en ik heb die OH-ionen. Nou,
Waarom is dat nou een SN2-reactiemechanisme? Omdat er twee stoffen zijn die de snelheid van mijn reactie bepalen. Namelijk de concentratie OH-ionen in mijn oplossing en de concentratie van mijn broombutaan. Die bepalen allebei hoe snel deze reactie gaat. Heb ik van de een iets meer, ja, doe ik daar van de een iets meer bij, dan gaat de snelheid van de reactie iets omhoog. Ja, doe ik van een van die twee of allebei iets minder, dan gaat de snelheid omlaag. We gaan straks zien in een van de volgende filmpjes dat bij een SN1 reactiemechanisme ja, er ook twee stoffen zijn of twee deeltjes een rol spelen en dat de concentratie maar van één van die twee deeltjes afhankelijk is. Hier is het dus van beide deeltjes. Nou, ik heb een heel stuk overgeslagen, namelijk de overgangstoestand zie je hier staan. En die overgangstoestand, dat is iets om, om het tussen ons wat te verduidelijken. Dit is geen tussenproduct. Dit bestaat dus niet. Dit kan je niet aantonen in je oplossing. Dit kan je niet aantonen in je reactie. Dit is puur om het voor onszelf begrijpelijk te maken. Dit, ja, even terug naar het eerste beginsituatie. Ik heb eerst een gebonden elektronenpaar wat wordt opgenomen door mijn broomatoom. Ik heb een vrij elektronenpaar van zuurstof wat binding aangaat met mijn koolstofatoom. Ja, en dan heb ik, zou ik kunnen voorstellen, deze tussensituatie waarin ik, hè, deze binding is net nog niet weg en deze binding tussen die O en die C is er net nog niet op zijn plek. En dus zou je dit als overgangstoestand kunnen beschrijven. Let dus goed op, het is geen product. Ja, dit gehele deeltje, wat dus niet bestaat, kan ik een minlading geven. Dus dit is de eerste stap, dit is de tweede stap. Ja, en die tweede stap is dus dat dat gebonden elektronenpaar totaal is opgenomen. Nu hier door dat eerst het broomatoom, nu het bromide-ion. Ja, en mijn binding is aangelegd tussen de O van mijn OH-deeltje en het koolstofatoom waar die op aangevallen heeft. Heeft. Goed, het is complex, ja. Je snapt misschien nu al wel dit is lastige stof. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dat OH-, dat is natuurlijk een deeltje en dat zit in een oplossing. Dus we hebben het hier over een oplossing. En in die oplossing moeten deze twee deeltjes, die moeten opgelost zijn. En dan voel je misschien wel aan, ja, dat niet iedere oplosmiddel is even geschikt om deze reactie te laten verlopen. Als dat oplosmiddel bijvoorbeeld heel goed aan het OH-ion bindt, ja, dan wordt dat OH-min minder beschikbaar voor deze reactie. Als die weer minder daaraan bindt, wordt die geschikter. Dus het oplosmiddel heeft ook nog invloed op hoe snel deze reactie verloopt. Allerlei complexe zaken waar de vragenstellers in het eindexamen ook vaak vragen over stellen. Ja. En deze pijlen moet je dus kunnen tekenen, want dat zal ook regelmatig voorkomen. Dat je weet dat het een SN2 reactie is en dat jij die elektronen, ja, die elektronenverschuiving moet, elektronen die overspringen, moet kunnen aanduiden met pijlen. Hier dus maar twee pijlen en een overgangstoestand. Ja, vragen beneden in de comments. Ja, wie weet wil je subscriben. Ik wens je heel veel succes.